In het binnenland van Suriname, in het dorpje Gunzi, waar de scholing niet verder gaat dan lagere school, zag ik kinderen dammen op een schaakbord. Ze speelden met een concentratie die je op die leeftijd nog niet zou verwachten. Ik voelde dat het spel deze kinderen hielp in hun ontwikkeling van logisch en oplossingsgericht denken. Hier kreeg ik het idee dat dit soort spellen een positieve invloed op de toekomst van kinderen en volwassenen kunnen hebben. Dit inspireerde mij om een nieuw denkspel te ontwikkelen. Dat is het spel Gunzi geworden, waarvan u hier de basisopstelling ziet afgebeeld.